Moet uw huis gerenoveerd worden? Waarom doet u het niet zelf? Henkel maakt uw leven makkelijker. Hier ziet u hoe u een trap maakt. Wat heeft u nodig? Montagelijm? Een schoonmaakdoek? Keukenpapier? Een snijplank? Een houtblok? Een snijmes? Kitpistool? En een afvalbak? Volg deze stappen voor een perfect resultaat van uw klus. Eerst maakt u de ondergrond schoon, anders werkt de lijm minder goed. Pak de koker en leg de punt op een stuk hout voor stabiliteit terwijl u snijdt. Draai vervolgens de spuitmond op de koker. Gebruik het stuk hout om de spuitmond af te snijden. De diameter moet ongeveer 6 mm zijn. Breng gelijkmatig druppels lijm aan. Vlak ze niet uit door te hard te drukken. Breng het aan met constante druk en snelheid. Probeer altijd dezelfde hoeveelheid lijm aan te brengen. Plak de treden één voor één vast en druk voorzichtig. Controleer of hij recht zit. Dat was het.